De N929 in de Ardennen is een dode weg. Staat er bekend om zijn heel veel doden gevallen. En de boosdoener staat hier op het kerkhof. Met opnames had ik al iets raars in beeld en het gevoel. Ik wist dat er wat was. Je voelt het gewoon, je wordt aangekeken. Ik wist dat er op afstand iets stond te kijken en ik kon er niet het vat op krijgen. En op een gegeven moment, toen we thuis waren en we zagen de film terug, stond die pontificaal tussen een struikgewas te kijken naar wat ik aan het doen was. En toen kwam de nacht en toen nam ik hem te grazen. Nou, op deze plek is dus een auto 5 meter naar beneden gevallen. En inzittenden zijn dus zwaar gewond naar het ziekenhuis toegebracht. Op deze weg is die moeder met het kind is naar het ravijn ingestort. Er is een paard doodgereden. Tientallen ongelukken zijn in de afgelopen jaren gebeurd. En kortom, het is gewoon te bizar voor woorden. Op dit kleine stukje weg, dat er allemaal met ongelukken zijn gebeurd. Ja, en ik heb daar staan te broeien, daar kijken wat er nou precies toch de oorzaak was. Toen kwam ik thuis erachter dat hij dus in struikgewas me aan stond te kijken. En ja, ik ben dus flink aan het broeien geweest wat de oorzaak, want het was niet normaal, het was een groot mysterie. En in één keer kwam eigenlijk dus de woorden 73 jaar. Toen ben ik dus nagevraagd, het heeft dus inderdaad een man gewoond van 73 jaar. Ja, dat was een beetje het goudbakje uit de buurt. Nou, die dus overleden is, loopt hij nog te treiteren en te jennen. En dat doet hij vanaf deze locatie. Want 's middags op een gegeven moment, toen zijn we er dus op het kerkhofje geweest. En toen voelde ik wat naast me staan. En eigenlijk op mijn vraag van, wil je hier weg? Was het ja. Nou, ik heb hem toen meegenomen. Ik heb hem daar weggehaald. En hij is dus naar boven toe gebracht. En wat bleek dus eigenlijk, s'avonds laat, nou, de wagen kwam nog een keertje naar het kerkhof, want het voelde toch wel rustig aan, en kijken of het nog een beetje hetzelfde was. En s'avonds laat loop ik op het kerkhof en ik heb mijn fotootjes, een beetje filmpje gedraaid. En ik loop naar de uitgang, ik sta net buiten de poort en één keer hoor ik in mijn oor tetteren bedankt. Een goede verstaander heeft maar een half woord nodig, maar ik wist precies wat ze bedoelen, ik denk dat het is helemaal geslaagd. Nu moet op dit stuk weg de ongeluk ook ophouden, want hij was duidelijk de oorzaak. Er zijn te veel dingen die ik mee heb gemaakt, gevoeld heb, gehoord heb en gezien heb. Hij was de oorzaak.